Speelronde 24. Danny tegen Daniel. Ook wel Excelsior Willem II. We gaan kijken. De nummer 2 tegen de nummer 16. Vandaag Excelsior Willem II. Het blijft voetbal, het balletje blijft rond. Dus we kunnen wel zeggen de nummer 2 tegen de nummer 16. Maar wellicht, de bal kan raar rollen. De underdog is duidelijk Willem II. De teams zijn enigszins gelijkwaardig. Jullie zien ze bij de Bill en Griezmann in de spits. Bill op rechts. We gaan het zien. Achterin, dezelfde keeper, dezelfde doelman. Het boksje wordt gegeven, we gaan los. Meteen op start gedrukt. We zijn er gewend van. Opstellingen worden aangepast. Ik kijk mee wat er te zien is bij Willem II. Gaat er geswitcht worden naar de 4-1-2-1-2 formatie. En Excelsior doet het met de 4-3-1-2 formatie. Instructies worden aangepast. Dit gaat te snel om überhaupt bij te houden. Ja, het ziet er nou uit dat deze jongens dit vaker hebben gedaan. We zijn klaar. Zo te zien. We gaan beginnen. Excelsior trapt af. En we zijn los. Balletje gaat rustig rond. Bill gelijk in de verdediging. We zijn benieuwd. Wat doet Willem II? Zakken ze in? Gaan ze voor de counter? Of proberen ze zelf toch ook wat te doen? Excelsior creëert hier gelijk de eerste kans. En Neuer voor het eerst in actie. En een corner voor Excelsior. Balletje blijft hangen. En dan de befaamde corner counter. Maar de bal gaat over de zijlijn. Helaas, bal is voor Excelsior. Boateng gaat gooien. En dan gaat rustig opgebouwd worden via Florenzi. En Excelsior legt ook meteen de druk hoog. Goed verdedigd hier voor Willem II. Griezmann opent op Gareth Bale. De voorzet komt. Wordt er ook gekopt? Nee, er gebeurt niks. Het is buitenspel, denk ik. Ja. Ik heb Bill, dit lijkt goed. Ja, komt hij? Nee, Neuer is op tijd uit zijn doel. Niet voor niets een van de beste keepers van de wereld. Wellicht wel de beste keeper van de wereld. De vraag is of Willem II nu gaat komen. Er is ruimte, wordt goed verdedigd. Balletje gaat nog steeds rond op het middenveld. Willem II lijkt er door te komen en is er hier door. De kans is voor Gareth Bale. Die moet zitten, maar Neuer pakt hem. Dit zijn toch wel bepalende ballen die er eigenlijk wel in moeten. Gareth Bale mist hem en de corner wordt vervolgens goed verdedigd door Excelsior. Excelsior komt hij goed weg. Toch underdog Willem II met de eerste grote kans van de wedstrijd. Maar helaas gaat hij er niet in. Weer Willem II, maar het is wederom buitenspel. En dan wordt er nog even gezucht. Spelers komen op adem. Maar ja, het zijn gewoon belangrijke ballen. Daar zullen jullie het allemaal mee eens zijn. Excelsior nu door via Suarez op Gareth Bale. En deze bal gaat er wel in. Bale aan de andere kant maakt hij hem wel. Het is 1-0 voor Excelsior. Beide grote kans gehad. Excelsior gaat er beter mee om. Anders kunnen we denk ik niet zeggen. Het is 1-0 voor de nummer 2 uit de I-divisie. De vraag is hoe Willem II hierop gaat antwoorden natuurlijk. Gaan ze iets meer komen? Blijven ze het spel vasthouden? Alaba, goede bal op Suarez. Ruimte is bij Bill. Komt een voorzet. Er komt een voorzet en wordt het 2-0. Het is 2-0. Het is niemand anders dan Raja Nainggolan die de 2-0 maakt voor Excelsior. En dan gaat het wel heel snel. Binnen 3 minuten tijd in de 16e en 19e minuut leidt Excelsior met 2-0. De vraag is, kan Willem II hier nog op reageren? Wordt het een monster scoren? We gaan het zien. Willem II moet even de rust houden en zelf. Nee, de ballen komen niet aan. Het gaat niet goed bij Willem II hier. En Excelsior komt weer. Er wordt geschoten, schot wordt geblokt. Vidal leidt wellicht een counter in. Griezmann nu, maar wordt goed verdedigd door Vidal. Arturo Vidal, aanvankelijk voor de wedstrijd stond hij nog op de bank. Speelde Renato Sanchez, maar er werd uiteindelijk nog een wijziging gemaakt. En Vidal lijkt hier te bewijzen
dat hij wel degelijk in de basis moet starten. Griezmann, nee, helaas, bal komt er niet door. Er ligt nu een kansje in de omschakeling voor Willem II. Er is ruimte, Boateng komt helemaal mee ingeschoven. Lijkt wat aanvallend te zijn gaan spelen. Hier een goede 1-2, Vidal moet erin. Oh, en weer is het Manuel Neuer die de bal pakt. Wederom een kans, een grote kans eigenlijk toch wel, gemist door Willem II. Ja, en als je ze zelf niet maakt, dan gaat het heel lastig worden. Zeker als je er al 2 tegen hebt gekregen. Kan Excelsior de wedstrijd al voor rust in het slot gooien? Dat is de vraag. Het schuift op en neer. Griezmann vindt Florenzi. Florenzi de back die mee opkomt. Komt er vol overheen, maar de bal gaat over de zijlijn. Hij krijgt wel de ingooi in zijn voordeel. En dan moet Willem II rustig gaan bouwen. Inspeelpaas is weer niet goed. Er is een vrije trap wordt er gegeven aan Willem II. Beel staat achter de bal. Wat gaat hij doen? Ik neem aan dat het een voorzet wordt. Ja, de bal wordt erin gepond, maar wordt goed weggehaald door Excelsior. En dan kan deze bal rustig worden opgepakt door Manuel Neuer. We zijn inmiddels meer dan een half uur onderweg. Stand nog altijd 2-0 voor Excelsior. Ondanks dat Willem II ook 2 grote kansen heeft gecreëerd, is Excelsior gewoon de meest effectieve ploeg vandaag. Hij lijkt het in het voordeel uit te vallen van Excelsior. Daar gaat Excelsior weer. Dit is iets te veel van het goede. Leek me niet helemaal de bedoeling. Suarez verliest de bal wellicht gevaarlijk op het middenveld. En dan gaat Willem II snel schakelen via Neymar. Neymar vindt niemand. En dan kan Neuer de bal weer rustig oppakken. Het is elke keer de eindpaas die niet goed gaat bij Willem II. Maar toch komt Willem II wel meer dan aan het begin van de wedstrijd. De overhand wordt nu een beetje overgenomen. Willem II is meer aan het drukken. Komt nu ook meer in de 16 van Excelsior. Maar tot nu toe verder geen kansen nog gecreëerd, behalve de 2 die we al hebben gezien. En dan is het die 2-1 via een schot buiten de 16. Het is Arturo Vidal die de 2-1 maakt. En dan is de spanning weer terug in de wedstrijd, hoor. Jawel, jawel. Dan kan het opeens wel alle kanten op. Excelsior moet zich gaan pakken. Zakt iets in na de 2-0 voorsprong. Maar nu lijkt het gelijk weer terug te komen. Het schot gaat net naast. Het is Antoine Griezmann. Maar hij krijgt hem dus niet binnen en Willem II komt goed weg. Het is inmiddels bijna rust. En we hebben denk ik een heerlijke wedstrijd, kunnen we wel zeggen. Spanning is weer terug. En kan Willem II dit goede spel vasthouden waarmee je... Ja, wellicht. Nu nog snel voor rust. De bal is goed. Griezmann met de kans. Griezmann met niet de goal. Het is niet Antoine Griezmann met de goal. En het was wederom een goede kans van Willem II. Ik denk als we kansen gaan afwegen, dat Willem II in de eerste helft de meeste kansen heeft gehad qua schoten. Ja, op doel. Willem II heeft meer schoten op doel. Moet er een doelpunt vallen, minimaal 1 herhaling. Ja. Tweede helft. Willem II de grootste kansen. Excelsior wel het grootste tijd het overwicht. Dus het is echt een wedstrijd die nog alle kanten op kan. Vrije trap rond de middenlijn voor Willem II. Hij wordt erin gepompt. Hij wordt gekopt. En de ingooi is voor Willem II. Goeie plek. Excelsior verovert de bal hier goed via Gareth Bale die helemaal mee terug komt verdedigen. Dat geeft misschien wel aan dat Excelsior ook verdedigend op moet blijven letten. Het is Suarez aan de rechterkant die door is, maar ook deze bal wordt weer goed verdedigd. En dan kan Willem II weer gaan bouwen. Willem II via Alaba. Vidal terug op Alaba, door op Bale. Wellicht nu wat ruimte. Nee, de bal wordt ingeleverd. Teams zijn nagenoeg gelijkwaardig. Dat is een ding wat zeker is. Veel dezelfde namen. Zo zien we Vidal, Bale en Griezmann aan beide kanten in actie. Ook Boateng en Neuer zijn opgesteld bij beide teams.
Dus het gaat hier wel echt om wie de beste speler is. Want qua teams wordt het verschil niet gemaakt. Misschien nu Willem 2 weer. Tikkie terug. Maar de tweede helft is duidelijk nu voor Willem 2. De actie naar binnen is heel lekker. Dit wordt perfect verdedigd. Dit is heel erg goed verdedigd van Willem 2. De vraag is, kan Willem 2 nog scoren? En kan Willem 2 voor het gelijkspel gaan? Op dit moment natuurlijk in het bezit van 2 punten. Beide gehaald dus door een gelijkspel. En dan zou een gelijkspel tegen de nummer 2, Excelsior, natuurlijk... Ja, zou prima prestatie zijn voor Willem 2. Komt er een voorzet? Is de vraag. De bal gaat rond. Komt nu bij de 16. Griezmann met wat ruimte. Griezmann gaat schieten. Maar dan gaat die bal er niet in. Neuer zelf wel de goal in, maar de bal niet. Hij tikt hem er nog net uit. Maar Excelsior komt wederom goed weg. Inmiddels zitten we in de 60ste minuut. Het laatste half uurtje is ingegaan. Kan Willem 2 nog iets? Of gaat Excelsior de wedstrijd in het slot gooien? Het zal tegen de verhouding van de tweede helft in zijn. Maar hier is een hele grote kans voor Excelsior nu. Maar de bal wordt goed gepakt door Neuer aan de andere kant. En Neuer pakt hem weer. En zo blijft het 2-1. Blijft de spanning in de wedstrijd. Het kan nog altijd alle kanten op. Suarez, vliegt Florenzi terug op Suarez. Griezmann krijgt die bal bij Suarez. Krijgt hij niet. Wordt goed verdedigd door Willem 2. En dan kan Willem 2 weer gaan. Griezmann vindt niemand anders dan Neymar. Terug op Antoine Griezmann. Er wordt een tackle gemaakt en dit is geen overtreding van de scheidsrechter. Gerrit Bill over links. De bal gaat over de zijlijn en is voor Excelsior. Bill gaat hem zelf ingooien. Naar Galan op Vidal. De eindpaas is niet goed, maar toch komt Griezmann in balbezit. Maar hij mist. Excelsior gooit de wedstrijd nog steeds niet in het slot. En daardoor zijn er nog steeds kansen voor Willem 2. Inmiddels is Excelsior wel weer de overhand over aan het nemen van Willem 2. En dan gaat nu rustig gebouwd worden via Neuer, die dan wel de lange bal speelt. Komt nu wel wat simpel gewonnen. Naar Golan op Suarez. Suarez is er niet langs. Nee, wordt goed verdedigd door Jerome Boateng. Het beest van Bayern München. Het is een overtreding. En de overtreding, de vrijtrap is voor Willem 2. Over links. Goed verdedigd door Rio Ferdinand, de legend. Himself. En, ja, het is een perfecte tackle. Maar leidt dit ook wat in voor Excelsior? Nee, de bal wordt over de zijlijn geschoten. En we zijn inmiddels in het laatste kwartiertje. Waar de eerste helft 3 doelpunten vielen, hebben we in de tweede helft nog geen doelpunten gezien. Ook iets minder kansen. Wel iets van kansen, maar niet veel. Misschien nu via Griezmann. Maar nee, die komt ook weer niet langs Ferdinand. Ferdinand die staat geweldig te verdedigen daar. Hij geeft hem nu lang. Lange halen snel thuis. Of toch niet, want Willem 2 komt weer terug. Via Raja Nainggolan. Wordt gezocht naar de opening. Maar Excelsior staat daar toch wel goed te verdedigen. Onder leiding van Rio Ferdinand. Misschien nu. Willem 2 probeert het met een afgedwaald schot. Bal belandt bij Neymar. Die komt er langs. Neymar legt die bal voor. Maar dat wordt goed verdedigd. Is het dan weer Ferdinand is de vraag. Het is zelfs een achterbal voor Excelsior. Dan is het echt perfect verdedigd. Laatste 10 minuutjes inclusief blessuretijd. Zijn ingegaan. Gaan we nog doelpunten zien, is de vraag. Misschien nu, Neymar, nee, het is weer Rio Ferdinand. Die daar geweldig staat, maar Ferdinand is nu weg. Misschien nu een kans, nee, dat is heel slim. Ferdinand is weg, dan trap je hem natuurlijk neer. Maar wel een vrije trap op een hele goede plek. Ik zie hier ook iemand nee schudden. Is dit te doen? Wie gaat er achter de bal? Het is niemand anders dan Gareth Bale. Natuurlijk Gareth Bale achter de bal. De balletje wordt breed gelegd. Bale schiet en die bal gaat op de lat. Wat een kans nog voor Willem 2 in de 85ste minuut. En dan wordt even rust gezocht bij Excelsior. Dat gaat denk ik gewisseld worden. Ik denk dat jullie zullen het ook zien. Willem 2 is verreweg
het beste team in deze tweede helft. En daardoor gaat Excelsior switchen naar een vijfmans verdediging. En die bestaat dan uit Ferdinand, Boateng, Florenzi, Hector Bellerin en David Alaba op links achter. Willem II behoudt de 4-3-2-1 opstelling. Wel wordt... Wie is de nieuwe rechtsbuiten? Het is Williams, de nieuwe rechtsbuiten, vervangt Neymar. Opvallende wissel. Neymar wordt eruit gehaald. Maar wellicht... Meteen nu! Het is meteen 2-2, maar het is buitenspel. Het was een perfecte doorkombal. Het was nog Neymar, net voor zijn wissel die hem binnenschoot. Maar helaas was het vanuit buitenspelpositie. Excelsior rost de bal nu naar voren. Die gaan vol op de verdediging en pot dicht houden. 2-1, hoop op een uitval. En Willem II gaat nog even komen in die laatste 5 minuten van de wedstrijd. Gareth Bale wordt neergetrapt en dat betekent een vrije trap. En jullie weten het, die gaat er 100% zeker ingepompt worden. De gele kaart is er voor de net ingevallen Hector Bellerin. Maar dat zal verder weinig uitmaken. Geen consequenties. Dus dat is verder prima. De bal wordt erin gegooid. Het is niemand anders dan Arturo Vidal die de bal erin gaat pompen. Kan iemand die bal inkoppen? Hij gaat helemaal naar de tweede paal en hij valt weg. En dan is er nu een kans voor Griezmann in de counter. En dan gaat er heel veel tijd geworden ook. Die gaat natuurlijk de hoek in. En de 90ste minuut is ingegaan. De blessuretijd is begonnen. Er wordt nog een poging gedaan om te trappen. Maar zelfs die mislukt. En dan denk ik dat Excelsior hier gewoon met de overwinning naar huis gaat. Het is een zwaar bevochten, dat zeker, voor de nummer 2. Maar 3 punten zijn 3 punten. En uiteindelijk maakt het natuurlijk niet uit hoe je ze behaalt, als je ze maar behaalt. De tijd zal er nu op zitten. Ik denk dat de scheidsrechter zal affluiten. Excelsior pakt nog even die tijd in de hoek. En via Suarez een sleepje. En dan is het nu inderdaad voorbij. Willem II heeft de handdoek ook in de ring gegooid. Er wordt nog een corner gegeven. Het is altijd niet voorbij. De scheidsrechter heeft er zin in. Griezmann pompt die bal nog een keer in. De keeper pakt hem en dan is het inderdaad afgelopen. Excelsior wint. Goeie overwinning. En dan kunnen we 3 punten bij worden geschreven. En de zorgen voor Willem II nemen toe.